Welkom bij de Regenboog Rotterdammers! Het gaat toch wel steeds beter. Dat is zeker. Maar hi! Zoals de titel eigenlijk al zegt, wij gaan onze verzamelkast laten zien. En ik laat mijn assistenten het bespreken noemen op, want die kan het beter vertellen dan ik. Nou, die bovenste waar mijn hand zit op het randje zie je niet. Dat is persoonlijke spullen van ons die ik niet ga laten zien. Want daar staat ook mijn vader bij. Die heb ik verstopt. Daar heb ik niet echt een band mee, maar mijn vader. Er staan dingen van ons persoonlijk. Dan hebben we hier, dat doe ik even een deurtje open. Dan gaan we dat even bij deze ook even doen. Zoals jullie op deze plank kunnen zien hier. Staan allemaal, ik zal er even eentje pakken. Autootjes. En dat heeft een reden. Ik zou wederhalve kunnen vertellen. Zij wou eigenlijk bij de brandweer, maar omdat ze doof is, kon dat niet meer. Maar ze verzamelt wel nog steeds van de brandweer. Ze wilde wel liever dat ijzer is en niet plastic. Nee, dan hebben we hier, zoals jullie kunnen zien. Het autootje van de vuilniswagen waar ik eigenlijk op wil, maar ik denk dat ik het ook niet doe. Nou, die heeft ze van mijn moeder gehad. Nou, en dan heb ik na zeker wel 10 jaar zoeken. En dit heeft een reden. Dit heeft een reden. Mijn overgrootopa en overgrootoma, Kobe en mijn overgrootopa, weet ik niet hoe die heet, die gingen altijd naar Polen. En waarom ze naar Polen gingen? Ze gingen arme mensen helpen met kleding, aardappels, groentes. En wat kregen ze voor terug? Ze gingen met de verhardbus van het hart, die in Rotterdam is. Gingen ze met zo'n busje. Alleen de voorkant klopt niet helemaal, want dit had dicht moeten eigenlijk. Maar dit is wel het busje wat het moet wezen. En wat ik me nou opval, ik kan de achterklep open. Dan zal ook zeker wel. Ja! Oh, die kant weer niet. Maar ik kan één kant kan je open doen. Maar dat busje gingen ze mee naar Polen. En ik wilde heel lang al eigenlijk een modelautootje van. Maar die zijn niet te betalen. En toen waren we in Valkenburg. Toen zei ik letterlijk tegen oma, ik zal hier eens gaan kijken bij opa. Toen zei ze, nou misschien vind je het. Maar ik vond een hele grote. Letterlijk een hele grote. Maar die was niet de kleur. En toen vroeg ik aan die man of die kleur had. En toen zei hij, nee, die heb ik niet. Maar ik heb wel een plastic. Ja, en sorry, maar ik ben geen plastic mens. Ja. Maar hij voelt niet plastic aan. Ja, alleen als je hoort dit, maar dit is wel aluminium een beetje. Maar het is zo plastic, vind ik. Maar het heeft een reden omdat mijn opa en oma van mijn moeder, die gingen altijd naar Polen. En die brachten dingen mee. Dan kregen ze een vaas. Ze kregen dingetjes die alles met de hand gemaakt was. Ja. En dat vind ik leuk. Ik heb er ook een schilderij van. Maar die hangt hier niet bij, die hangt in de kamer. Nou, en onze lieve vriendin die bij de Dirk werkte. Toen we nog in Zevenkamp woonden. In de Nieuwe Laaf. Petra heette ze. Die ging weg. Toen kregen wij een potje. We hebben er 2. Met wat lekkers erin. Die laat ik erin zitten. Ter eer aan haar. Zij is gaan werken bij een gasthuis. Ja. Of bij een bejaardenhuis. Nou, zoals jullie kunnen zien. Dan doen we even zo. Beetje. En we hebben hier zo, allemaal autootjes staan. Max Verstappen, Fast and the Furious. En we hebben daar ook allemaal kleine autootjes van vroeger. En we hebben hier allemaal beeldjes staan. En dan ook een Harry Potter. En ook allemaal dingen uit de, help me even. Star Trek. Nou, hebben we verzameld zij. Ja. Dat is haar ding. We hebben toen een mysteriebox gedaan voor het eerst. Van Ze zal het in de beschrijving zetten als het, kan, als het nog weet. En dat zijn autootjes die wij sparen, zeg maar, met een betekenis. Wij gaan ieder jaar naar Autolife. We zijn 1 jaar niet geweest omdat het helaas zo druk in ons leven was dat we niet konden. En toen heb ik gezegd, nou, jij wil nog je laatste auto? Nou, die heeft ze nou. En nou past er ook niks meer in. Dus moet ik gaan. Helaas. Moet ik gaan schuiven. Nou, we hebben hier ook, zoals jullie weten, verzamelen wij mysterie-eieren.
En we hebben ook een speciale kaart daar staan. Daar waar mijn hand nou in is, zo hier. En hier een speciale kaart. En dan ook een speciale kaart gesigneerd door de eigenaar van Pokémon, die het zingt. Ja, En. Jason Page. Maar deze zal ik jullie wel laten zien. Dat is een heel leuk iets. De oudere kijkers kennen dit. Dit is de voorkant voor mij. Dit is dan de achterkant voor mij. Eigenlijk is het andersom. Ik vind het zo mooi, hè? En die hebben wij vorig jaar of dit jaar? Vorig jaar. Ja, vorig jaar. De wintereditie. Oh ja, vorig jaar gekocht. Nou, dan moet ik jullie even wat lager zetten. We moeten even een beetje schipperen. Ja. Die onderste plank zien jullie niet. Waar mijn arm nou eigenlijk hier naar beneden zien jullie niet. En die kan ik jullie ook niet laten zien, want dan gaat mijn beeld weg. Het zijn allemaal dino's uit de dino-ei. Ik kan er wel even eentje pakken. Daar zijn we mee begonnen als geintje. De action. Was het action? Ja, Ja, de de action. action. Die had allemaal beeldje, allemaal eieren. En sommige ook van Big Bazaar. Big Bazaar waren we mee begonnen. De type kocht ze. Big Bazaar, even een nieuwe reden. Big Bazaar verkocht ze. Toen hadden we allemaal van die doosjes zo groot. Ze had zo'n groot ei in. Kwamen sokken uit. Zoals jullie kunnen zien. Die moest je dan in het water leggen. En die werd dan helemaal verpulverd. Op een gegeven moment kwam die uit. Maar vaak lagen ze te lang. Wat gebeurde er dan? Was die gelijk kwijt. Ja. Nou, en dan hebben we ook nog beneden. En dat heb je als je Pokémon pakjes openmaakt. Met booster packs vaak. Krijg je er zulke bij. Dit is nou een Pikachu. Als ik het goed heb, ja. Ja. En dan ziet zo de achterkant eruit. Dat ligt dus onder. Wij zijn naar de wintereditie geweest. Maar ook naar de zomereditie. Die vinden wij toch het leukste van. Ja, zo'n editie ja, van HDCC. Hebben we allebei zo eentje gehad. En die zijn limited edition. Ik heb er twee. Dus als ooit iemand er eentje wil, die zit nog in de verpakking. Maar en dan hebben wij ook nog. En dat was wel bij Big Bazaar. En die heeft mijn vrouw heel leuk altijd in elkaar gezet. Alleen mist dit een beetje wat alles. Ja. Deze. Deze die moest je dan, het hoofd moest je aan het lijf Klikken. klikken. En dan moest je daarna het haar door doen, de ogen. Maar de ogen vallen er bijna allemaal af. Ja, dat de plakzooi ja, is Is gewoon verouderd. ja. En wij hebben ook gehad. Moet ik wel even kijken waar ze zijn. Fly and Tiger. Oh, dat was om. Fly and Tiger had van die. De laatste hebben we helaas niet kunnen doen. Die was niet compleet. Ja. Hebben we deze. Dat waren gewoon 3D-puzzeltjes. Die kon je gewoon voor €1 kopen. En toen hadden we er. Kijk, kijken, we hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 1, 2, 3, 4. We hebben er 5. Een vliegende. Allemaal van dino's. En dan had je bij Flying Tiger ook. Die moest je schroefjes in het hoofd doen, in de Ja. lijf doen. Maar soms hadden we ook schroefjes over. Toen dachten we. En toen keken we wel eens naar. Sommige gaatjes moesten niks hebben. Maar hebben we gewoon een schroefje gedraaid. Zag er beter uit. Maar tot al toe hebben wij dit in ons leven gespaard. En zoals je niet kan zien, de onderplank heeft ook van die doosjes. En die doosjes, daar zitten allemaal Disney figuurtjes in Ja. van films. Dus ik zeg maar wat, Frozen. Frozen. Dan krijg je Frozen, dan krijg je Annabelle, dan krijg je Elsa, dan krijg je het rendier Ja. en zo. En ja, dat is eigenlijk een beetje de kast. We hebben hier allemaal eieren staan. Ja, allemaal. Die is nog heel lang niet compleet. Want we missen er nog eentje. Haar favoriet is nog steeds. We hebben die nog steeds hier, hè? Ooit komt hij er. Alleen de action die verkoopt ze even tijdelijk niet, denk Nee. ik. We moeten denk ik online gaan kijken. We moeten echt de Maar dure gaan. ik wil die gouden. Ja. Ik weet even zijn naam niet meer, maar die wil ik zo graag. En hier, zoals jullie kunnen zien, staat een zakje. Daar zit een armbandje, geloof ik, in. Ze heeft voor het eerst in haar leven opgetreden. Wat ze heel spannend vond. Maar de Die hele kan je publiek. dan terugzien, want dat is getiteld Uit mijn comfortzone. Ja,
zij heeft gedaan met aan de playback show van mijn tante. Mijn tante heeft een tuinhuis en daar organiseren ze gewoon leuke dingen. En dan vinden ze het leuk als er, ja, het is natuurlijk 2 jaar niet gekund door corona, hebben ze het niet gedaan. Dan hebben ze gewoon mensen gevraagd die wat mee wilden doen. Nou, en zij dacht, ik ga het gewoon doen. Ik had de rest er niet voor, hè. Ik dacht, ik vond het wel leuk om mee te maken. Ja, en dit jaar ga ik het ook weer doen. Maar ik zit te twijfelen of ik Karia wil doen van de Eurosong Festival van 2023, die nummer 2 is geworden. Of Loreen met Tattoo. Daar zit ik nog te denken, noem maar op. En anders ga ik gewoon spontaan en dan ga ik gewoon M&M doen. Het maakt allemaal niet uit, maar dat is er altijd als je zelf maar bent. Ja. En er is ook een klasgenoot van mij, terwijl de neef van mijn ex... Die doet altijd jaren mee, al heel lang. Maar die ouders zijn gewoon zo leuk hoe ze het doen, die twee. Ze hebben het met z'n drieën gedaan. Maar ik vind ook het leuk met tante, die kan niet lang staan. En die hebben echt zo als poppetjes zo... Zo iemand denkt zo... Hey, la, 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 weet je wel, zo. Ja. Hé, hey, trouwens, even tussendoor. Nou hebben we het hier over. Yvonne zou je nog steeds zo'n DVD sturen, want die zouden wij gaan... betalen die 8 euro. Er was een vergoeding voor, weet je dat nog? Die zou je nog steeds van de krijgen. Onthouden dat ik het op mijn verjaardag ga vragen. Even random tussendoor. Echt heel random tussendoor. Maar dat is wel leuk. Mijn tante organiseert die dingen al jaren. En wat eigenlijk, ja, het past eigenlijk niet in de verzamelkast. Wat ik dan persoonlijk wel verzamel, is Pokémon kaarten. Niet zozeer om de series compleet te maken of wat dan ook, maar gewoon de verschillende art van een Pokémon, zeg maar. Van bijvoorbeeld de verschillende arts van Eevee, verschillende arts van Charizard, noem het maar op, zeg maar. Die spaar ik. Ja. En dan hebben we ook nog... Dat heeft... En wat we gezamenlijk ook nog sparen zijn Dragon Ball Z kaarten, Magic kaarten... Final Fantasy. Final Fantasy, noem maar op, zeg maar. Nou, en dus. Wat we ook nog hebben staan, dat zien jullie hier. En daar kan Gina wel over vertellen. Ja, die heb ik ooit van een oude vriendin gekregen voor mijn verjaardag. Het is een... mensen zeggen dat het een dolk is, maar ik vind het eigenlijk meer een briefopener. Maar ik vind het een lompe briefopener, omdat het... lang is, om zo te zeggen. En dat zit dan in een houder van draken, om zo te zeggen. Nou, zoals jullie kunnen zien, hebben we in het leven lang wat gespaard. Zoals jullie kunnen zien. Ja. En wij hebben ook, dat zal ik even pakken. En dan moet ik even op de stoel gaan staan. Ik kan ook wel de beeld omhoog doen, hè? Nee, dan zie je dit. Ja. Ik kan even één blikje naar beneden halen. Ik kan mijn bruin... We hebben, even kijken hoor. Hoeveel hebben we er? 2, 4, 6, 8, 10. We hebben 10 van zulke blikjes, waar dus een Dragon Ball Z karakter op zit. Nog steeds dicht, nog steeds vol, noem maar op, zeg maar. Als we die dubbel hebben, dan gaan we ze natuurlijk wel proberen. Maar deze 10, om zo te zeggen, we hebben zeg maar, deze is dan Vegito, om zo te zeggen. Maar we hebben ook Goku, we hebben Gohan, we hebben... Piccolo, we hebben Boe. En ga zo maar door. En de 7 kampjes, maar dat mist er maar eentje eigenlijk. En we hebben ook Kaurumpies erbij. Ook wel super nice. Die blijft natuurlijk ook dicht. We hebben random, dat komt door mijn moeder, omdat Gina eigenlijk verslaafd was. Begin, van dat ik die kende. Nou, eigenlijk nog steeds Action. Ja, maar buiten dat. Ja. Hebben we de Action! Kabouter. En waarom? Het is een nostalgie. Ja. Yeah. Omdat eigenlijk Gina, fan is. Om te shoppen bij Reaction. Ja. En we hebben dan ook wel koptelefoons. Ik heb dan een roze Eevee koptelefoon. Zij heeft een Mario koptelefoon. En we hebben ook een koptelefoon die wij met zo'n rat hebben gewonnen, zeg maar, van Dutch YouTube Gathering. Volgens mij de ene laatste keer dat het er was. En dat was ook de eerste keer dat wij daar naartoe gingen, noem maar op. Hebben wij dus ook, om zo te zeggen,
Alleen helaas hebben we de allerlaatste YouTube-gathering niet mee kunnen maken, omdat we ja, prioriteiten moesten stellen, omdat wij ergens anders naartoe gingen. Dat we die helaas niet hebben meegemaakt. En ook wel jammer dat het er niet meer is, eigenlijk. Nee, ik zei nog zo van, ik win toch nooit. En die vrouw zei, ja joh, je moet dus gek zijn. Voor je het weet, win je wel wat. En ik had echt zoiets van, nee joh, dat win je niet. Ik win nooit wat, bingo ook nooit. Nou, het was maar één keer mijn geluk dat ik de koptelefoon gratis heb gekregen. Maar ik zei altijd, en dat zal ik altijd blijven doen, hou die drie in de verpakking. Ik heb natuurlijk wel de Mario, er zijn natuurlijk de Eevee. En dat zijn nostalgie, maar misschien... Niet omdat we ze gaan verkopen, maar zijn ze wel waard? Dat je zegt op je oude leeftijd, ik verkoop ze toch? En zoals jullie achter mij kunnen zien, hier zo, boven mij, een beetje, zijn dat de drie, nou ja, eigenlijk meer de twee flesjes die ik van mijn overleden stiefoma heb gekregen. En daarin zat al de drank. Dat sparen wij ook. Want wij zijn hier heel fan van nostalgie dingen, zoals de Coca-Cola of oude dingen van vroeger, die je kan krijgen. Daar zijn wij heel gek op. Op het retro genoemd, daar komen wij ook een beetje vandaan. Wij komen uit de 19e en uit de 80-jaren. Ja, ik ben geboren eind 80, om zo te zeggen. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Zij is geboren in de jaren 90 en opgegroeid verder. En ja, ik blijf het eigenlijk ook wel zeggen, noem maar op en zo. De cartoons van toen die tijd en tv-series toen die tijd waren veel beter en leuker dan tegenwoordig. Want ja, in de jaren 90 had je Cartoon Network. En op Cartoon Network had je natuurlijk Johnny Bravo. Had je Powerpuff Girls. Had je Cat and Dog. ja, Cat and Dog. Had je Courage the Cowardly Dog. En weet ik het allemaal, zeg maar, had je erbij. Niet op die knop drukken. Waken niet. En in één keer boem. En dan ook wel series die ik dan ken, maar zij dan weer niet. Ik ben even de naam kwijt, maar de foto ervan zie je natuurlijk al in beeld natuurlijk. Die waren er dan ook. En dan had je ook nog Fox Kids, wat dan Jetix werd, weet ik het allemaal, zeg maar. Had je ook leuke ja, cartoon series, om zo te zeggen. Zoals zeg maar Knights of Tirnanog. Je had Pirates of Blackwater. Had je ook. Je had dan ook op volgens mij Nederland 3. De naam weet ik helemaal niet meer, maar het leek een beetje cartoon, maar ook geanimeerd-achtig, noem maar op. Ik kan het zo voor me zien, maar ik weet het helaas niet meer hoe ze heten, En noem maar weet op. je wat eigenlijk de nostalgie eigenlijk was? Het was van BBC af, dat wist ik. De Tweenies. Ik had daar die washand van. Mijn moeder had speciaal. Was bij een... Ja, bij dan de CBBC, om zo te zeggen. Wat zij zei, zeg maar, had je de Teletubbies? Die waren eigenlijk van ons. En die gingen naar jullie. En van de Tweenies ging naar jullie. Was bij jullie, ging naar ons. Zo Ja, was en het. dan de Tweenies had je daar zo. En je had dan ook, zeg maar, educatieve series op CBBC. Oftewel de Engelse tv. Had je ook Cat's Eyes. En met Cat's Eyes gingen ze dus mensen, of nou ja, kinderen leren wat geld is. Wat de waarde van geld is, maar dan op een leuke manier dat het bleef hangen, zeg maar. En los dan van, ja, van Cartoon Network, BBC en noem maar op, zeg maar, had je ook nog series zoals Xena Warrior Princess, mijn favoriet ever. Je had dan Hercules, die speelt dan ook in, er komt ook een paar afleveringen waar hij dus te gast is bij Xena Warrior Princess. Die was leuk. Je had dan How It's Made, had je dan, om educatief te hebben. Je had dan National Geographic en Discovery Channel, die ook weer series had. Wat ik dan leuk vond, weet je wel, lieten ze dan zien van wat archeologen hebben opgegraven van Egypte bijvoorbeeld. Of ze laten bij Discovery Channel zien van hoe het is geweest in de Wereldoorlog en noem maar op en zo. Je had Ja, ook. en je had dan. En natuurlijk was het begin van Pokémon. En had je ook nog Yu-Gi-Oh! En Digimon had je ook nog. Of Yu-Gi-Oh! Heb ik nooit zo gekeken, wel Digimon.
Power Rangers waren er ook, de originele Power Rangers. Niet die wat erna nakwamen, maar echt de originele OG Power Rangers, waarvan nu helaas twee overleden zijn. Dat is Trini, die dus de gele Ranger was in de oorspronkelijke Power Rangers. En natuurlijk Jason, die helaas overleden Ja. is. Die was de groene. Nou ja, je hebt heel veel programma's en dingen die eigenlijk vroeger waren. Want je had vroeger ook de Flippo's. Je begon met Beyblade. Beyblades, touwtjes springen, knikkeren, jojoen. Je had ook een twee stokjes en een diabolen. Als je touw gooide, dan was het tok en dan was hij even een beetje dacht je weet, nou, niet goed kunnen doen. En steltes. Ja, En zo. van die touwtjes met van die emmertjes. En dan moet je dan je voet erop doen en Ja, dan moet je zo blikken lopen. lopen. Ook Blikken lopen. Daar dat. lijkt het een beetje op. En je had ook zo'n touwtje, die moest je vinger door doen. Dan had je twee balletjes eraan. En En dan moest dan. die klik, klik, klik. En mijn moeder deed een keer heel zacht. Die gewoon tik, tik, tik. En bij de vijfde keer, pop, pop, pats. Helemaal aan elkaar. Die was in één keer weg. En je had ook dat soort dopje, die moest je omdraaien. Zo. Dat was het hoedje. En als je het op je hand legde of op de tafel zet, pop, dan ging die ergens naartoe. Of, hoe heet het nou? Biltik. Billetje tik. Moet je tegen de muur aan staan en dan met de voetbal tegen je kont aan. Oh, dat je als je verloren had. Ja. Op de stoeprand zeg maar zo huppelen. Ja, of met aan de overkant staan. Er staat hier eentje en dan staat hier ook eentje. En dan heb je die stoeprand. Dan moet je proberen te raken. Dan mag je elke stap die jij kan zetten, mag je verder. En als je dichtbij je bent, dan mag je een paar keer. En als je dan misslaat, moet je steeds weer naar achter tot je weer terug op de plek bent. Er zijn heel veel dingen dat ik gewoon mis. Niet het feit dat kinderen niet buiten spelen, maar nu de tijd dat ik hierachter zie bij ons, dat er heel veel kinderen toch buiten spelen. En dat je toch heel veel dingen terug ziet komen. Want je hoort altijd, augustus is knikkermaand. Dat was in juni, juli, dat was het altijd stoepkrijten, touwtjes springen. Of dan had je weer eitje leggen. Of gingen dan zeg maar zogenaamd geheime boomhut maken of een fort Ja. in de bosjes of in de bomen. Ja. Maar los van dat is de nostalgie bij ons uit de kast is echt een beetje doorgeslagen. Ja. Wij zijn nog net, wat mijn oma altijd zegt, wij worden nooit volwassenen. En dat vind ik ook helemaal niet erg hoor. Nee. Ik heb er gewoon scheid aan. Zij is meer de volwassenen kant, laat me daar wel. Maar wij hebben dus in de jaren. Pardon? Ja, wij hebben in de jaren zoveel gespaard. Ja. En er zal ook een hoop uit de kast misschien weggaan. Of misschien gewoon naar de berging. Ja. Of misschien gewoon echt de prullenbakje gaan. Omdat we toch denken van, nou, het heeft er lang gestaan. Het is niet meer iets, weet je wel. Ja. Maar dit zoiets en dit, dat blijft staan. Dit blijft staan. Alleen de onder twee planken moeten we nog uit gaan zoeken een keertje. Ja. Maar boven is emotionele dingen. Want als je zo kan zien, aan die kant staat ook de hond van mevrouw Ja, Boogie. Bobby. Die moet eigenlijk naar boven. Want dat zijn herinneringplanken. Dit zijn gewoon planken die je koopt. Gewoon dingen die je krijgt of koopt. Ja. Maar om nou te zeggen van dat we heel veel weg gaan doen. Nee, het zijn eigenlijk de twee onderste planken en een beetje verbouwen. Ja, en ik wou ooit, of nou, ik zou wel willen ooit, maar daar is geen plek van, helaas. Wil ik zo'n beeldje hebben van Hatsune Miku. Ja, Daar heb maar. ik het t-shirt wel van. Weet je wel, met die blauw haar. Ja, maar alleen, heeft die hoofd niet? Ja. Ik kan Daarom hem. zeg ik ook Ik van, kan. ik zou het wel willen hebben, maar we hebben de plek niet Ik voor. kan deze hooguit nog 1 centimeter lager doen. Maar dan past die hier ook niet in. Die zijn te lang. Ja. En het moet. Kijk, als ooit in de toekomst misschien. Dat mijn ouders overleden zijn. Dat ik zeg, ik pak die kast van mijn moeder. En ik doe deze op parkplaats zetten. Echt ermee. Dan zou je het kwijt kunnen. Ja. Maar voor nu is het echt te. Maar we hebben ook gezegd, we kunnen wel door blijven sparen, maar dan moeten we relevant zijn wat we echt willen houden en wat we weg willen gooien. We weten dat we de eerste, de tweede, de derde en de vierde niet weghalen. Het zijn Nee. echt de twee onderste planken die echt uitgezocht moeten worden. Ja. En we kunnen ook zeggen, dit jaar doen we dit allemaal in een doos. Zetten we het nieuws neer. Volgend jaar pakken we het weer op. Gaat het weer nieuw in de doos. Kunnen we ook doen. Ja. Maar we hebben ook een rommelbak beneden.
Daar zit alles in van wat we Klopt. ooit gespaard hebben, maar dat we niet weg willen doen. We hebben wel met ons spijt, en dat zal ik nog steeds zeggen. We hebben ooit, gingen wij altijd leuke flesjes sparen, leuke blikjes, dingetjes. Hebben we ooit gewoon een gedeelte van weggegooid, omdat het kleefde, maar ook omdat het, ja, we hebben er geen plek meer voor. Het oude huis hadden we een schoenenkassie, nee, een sokkela, waar daar bovenop stond, maar dat stond allemaal opgepropt in elkaar en dat was niks. We Ja. hebben nu wel één ding bewaard en dat is de doos waar er een fles in zit en dan ook die glazen. En die staat nu daar in de kast. Ik heb voorgenomen en dat heeft mijn dam ook met me besloten om gewoon Ja. dingen te sparen waar je echt nut bij hebt. Zoals bijvoorbeeld al die autootjes hier. Nou, zij wil een keer een mysteriebox doen van beeldjes. Ze wil nu ooit nog eens een keer een mysterie... Savi! Ja. Zij wil ooit nog een keer wel een Het was van Savi, alleen ik wou het na een jaar, zeg maar, dat het niet nog een keer af werd gehaald, wou ik stoppen. Maar alles ging ineens stoppen en dat was niet de bedoeling, dus dat was verkeerd begrepen, maar helaas. Wij gaan nu wel een keer nog, dat doen we dan dit jaar ergens, een keertje gewoon. Dan moeten we rekening houden dat we een keer een box doen van allemaal dingen die te maken hebben met laptops, telefoons. Oh, de vergeten pakketjes van eBay en Amazon. Dat kan ook. Maar ik bedoel die box dat je hebt alleen maar elektriciteitsdingen. Oh ja, ja, ja. Die heb je ook. Die hebben wij toch gezien. Ja. Dat we zeiden, als dit bevalt, doen we dat een keertje. En als dat niet bevalt, kan je het stopzetten. En stoppen we ermee. En zo verzamelen wij dingetjes in huis. Want mijn vrouw heeft ook ooit, en daar ben ik nog steeds kwaad over, dat ik het niet voor elkaar krijg om daar een schilderij voor te vinden. Mijn dam die heeft spontaan net zo groot als die kat bijna. En die moet naar de berging helaas, maar we kunnen hem hier niet kwijt. Vertel het zelf maar. Vertel heel vaak hoe je eraan gekomen bent. Nou, Modern Warfare 2 die zou komen. Het was ergens in november geloof ik dat die uit zou komen. En er stond natuurlijk mijn favoriete Call of Duty personage zat erop, Ghost. En ik zat maar te azen totdat die persoon die dus die dingen verwisselt, zeg maar, kwam. Uiteindelijk was het op een dag en ik werd dan afgezet bij de metro. Van bij mijn oude werkplek waar ik het kloten had op een gegeven moment. En ik sprong zonder te kijken of te denken uit de auto, rennend naar die persoon toe. Ik zei van, mag ik de een van de twee Call of Duty posters hebben? Nou, en als jullie weten hoe groot die posters zijn op de metrostations, om zo te zeggen. Nou, ja. Er is wel een lijst te koop, maar daar betaal je wat voor. Dus ik heb besloten om hout te kopen. En flexiglas zeker. En soort plexiglas, maar dan is het eigenlijk soort glas wat ze gebruiken bij terrarium, zeg maar. Wij hebben niet dat witte van Speedy. Mm. Je hebt nog een spul. Dat is zeg maar tegenweer en dat je er toch doorheen kan kijken, maar het is niet zo dat het... Oh ja, jij weet er meer van dan ik. En ik wil kijken of ik daar meters van kan kopen, hoe groot dat lijst ook is. En dat ik er hout omheen doe, dat ik gewoon zo vreemd maak. Dan leg ik hem de één, leg ik hem erin. En dan bij die andere doe ik het hout erop leggen. Dus dat het ertussen valt, zeg maar. Ik wil kijken of dat mag lukken. Een soort binnenlijst maken. En dan moeten we, als van de week ergens de berging opgeruimd is, willen we hem daar een groot mooi plekje voor geven. Ja. Want hij past helaas niet in huis. Nee. Het kan wel, dan moet je echt een debiel zijn die dat wil doen, zeg maar, om hem aan de muur te nemen. Want achter jullie staat wel een muur waar hij op zou passen, maar dan is het hele concept van ons huis weg. Ja, dat is ook weer zo. En in de slaapkamer hebben we nu besloten, we hebben nog één plekje over, dat is een plekje voor de diamond paintings van madame. Ja. En mijn diamond painting die ik bij mijn moeder aan het maken ben. En we hebben wel een mooi erfstuk in de woonkamer hangen, maar dan zou ik niet zeggen van, ja, lekker af, plak die er wel op, want ik wil die hangen. Want dat ding is bijna gewoon 3 meter. Ja. Maar in ieder geval, ik heb hem dus gekregen en toen rolde ik hem uit op de grond om
op mijn Facebook te zeggen, ja, naar vrienden en familie, van dat het me gelukt is, noem op. En toen had ik zoiets van, damn, hij is groot. Je hebt de zijrandjes nog afgeknipt, hè? Want je zag een witte rand en die heb ik wel heel speciaal afgeknipt. Want toen dacht ik, wordt hij kleiner. Dan wordt hij ook een stuk kleiner, dan wordt hij zo per rand kleiner. Maar toen ging ik hem opeten en ik was naar IKEA gegaan met haar. En ze zei, deze, ik zei, lieve schat, je moet zeker weten, we hebben eentje die tot hier ergens komt bij mij. Ja, maar dan ga je naar een, maar ja, ik kan, maar ik weet niet of die nog bestaat, een lijstenwinkel zoeken. Maar dan betaal je gewoon dik over de 100 euro. Ja. En online is die gewoon niet te vinden. Kijk, al is die aan de onderkant een stukje open, dat doe je aan de achterkant een hele lange witte vel. Dan lijkt het net dat de onderkant gewoon wit is. Dat is ook niet zo erg. Dat hangt toch in de berging. Kijk, maar je hebt hem wel. Maar ik vind het zonde, hij staat nou al 2 jaar dadelijk achter de spiegel. Ja. En hij gaat nou ook scheuren straks. Dat vind ik zonde. Ja. Mijn moeder heeft hem heel voorzichtig van de week weggehaald. Want ik heb ongeluk gemaakt in de muur. Wat niet de bedoeling was. Maar het is opgelost. Niet zoals ik het wilde. Maar het is zover opgelost dat het netjes is. En ja, het is heel jammer dat we hem hier niet kwijt kunnen. Ik heb het er zo gegund. Maar we hebben geen kamertje extra om te zeggen. We plakken hem daaraan. Ja. Kijk, onze slaapkamer is ook niet groot. Want we hebben 1 muur waar dan eigenlijk open moet blijven als wij de beamer willen gebruiken. Gaat de schilderij van mijn oma eraf, dan heb ik die beamer. En want de beamer staat aan de overkant bij ons, bovenop plankje. En ja, aan de andere kant past hij ook niet meer. En we hebben 1 muurtje waar die helemaal niet past, want dan komt hij gelijk buiten de buitendeur. Zo breed is dat ding. Ja. Dus bij al deze wil ik gewoon zeggen, wees slim bij de volgende aankoop. Oftewel je plaats kan fixen, dat je er plek voor hebt. Wij hebben dat wel, dat is de kelder. Ja, ik was gewoon een beetje te enthousiast. Het is niet erg. Maar ja. Ze wilde heel lang graag alle posters daarvan. Maar elke keer als ze wilde hebben, was hij uitverkocht. En nou heb ik een mega grote poster. Wat je wel wat mee kan doen. Met maar een onhandige lengte. Ja. Maar ja, je kan een hoop afknippen van die poster, maar dat is ook zonde. Ja. Kijk, ik heb de witte rand eraf gehaald, dat vond ik niet mooi. Nee, ik ook niet. Dat vond jij ook niet. En nu gaan we gewoon dit jaar een lijst zoeken als de berging bij ons opgeruimd is. Want helaas is vorig jaar ook mede maar stiefoma overleden. En daar moest ik random spullen helaas in huis nemen, omdat mijn moeder heeft ook een groot huis. Mijn moeder stond helemaal vol. En er staan dingen bij die nog weggaan. En er staan ook dingen bij die van onszelf zijn, die we geërfd hebben of gekregen hebben, gewoon te gebruiken. Ja. Daar moeten we gewoon even plek voor hebben. En vorig jaar is ook een tante van mij overleden. En helaas staan daar ook de spullen van. Wij zijn opslagruimte, want wij hebben de grootste berging van de familie nu op het moment. Ja. Maar ja, al gaan we het. Ik en mijn moeder, want zij moet werken, gaan we dus vrijdag, de 26e januari, puinruimen. En ik ga ook doen wat echt van Gina is. Ik weet wat ze heel graag wil bewaren, zeg maar. Maar echt wat ik denk, want dat is nutteloos, doe ik in een doos. Dan neem ik mee naar boven. En als zij vindt dat ze het nog wel hebben, dan moet ze het houden. Dan vindt ze echt niet van weg, ken het gelijk weg. Ja. Want we hebben nu 2 stellingkassen staan. 1 gewone kast die eigenlijk van boven is, maar die kunnen wij boven niet meer kwijt. We hebben de keuze genomen om hem dan de berging te zetten als opslagruimte. We hebben 2 keukenkastjes boven elkaar die helemaal vol zitten met spullen die we willen bewaren. Maar ja, bloempotten wil je ook graag gebruiken, want je wil een plantje neerzetten. Yep. En er staat nu te veel op de grond. En waarom? Omdat we er nog geen plek meer voor hebben. We kunnen het niet meer in dozen kwijt, bakjes kwijt, niks, omdat alles vol zit. En niet op. Helaas. Niet of het een of het ander dat wij zoveel verzamelen. Maar er is zoveel in die tijd gebeurd dat wij hier kwamen wonen vorig jaar. Dat we echt zoiets hadden van, nee, we wonen hier nou bijna. En dit zal het 2 jaar zijn, tweede jaar. Tweede jaar bijna. Laat me zeggen, we wonen 1 jaar en zoveel maanden. En die berging was opgeruimd door ons drieën. Maar omdat er zoveel gebeurd is. In 2023. Ken je helaas er niet van maken. En toch irriteert het ons allebei. Zelfs mijn moeder irriteert het. En die vindt het lullig. Maar ja, die heb ook zoiets van. Ik zeg altijd maar, kom er maar mee. Weet je, ik wil mensen helpen. Ik ben niet een type die zegt, ja, zoek maar uit, zoek maar uit.
Je gaat ook geen magnetron weggooien. Je gaat ook niet denken, oh, een rollator, die zet ik zo bij het val neer. Of, ik zeg maar wat. Een scootmobiel. Nee, die mag niet naar boven. Die moet je boven houden. Jij schuift me over de trap heen. Aan mijn hollen. Dus ik heb zo gezegd, zet hem hier neer. Dus ze wilden een plekje kopen, pak achterlijk vol. Ze wouden iedere maand geld voor geven, maar dat wilde ik niet. Ze doet genoeg voor ons. Ja. En ik heb zoiets van, door al die dingen die wij nu meegemaakt hebben, gaan we het nu opruimen en het blijft ook zo. En wij hebben besloten, want woensdag komt dan de kast. Die moeten wij donderdag samen even naar beneden tillen. Voordat we naar werk gaan. Moet die in de berging, want ik kan natuurlijk niet schreeuwen. Ja, ik moet beneden blijven. Dan komt hij en dan ga ik hem in elkaar zetten, alles erin zetten. Dan is en ook pakjes morgen halen. En dan is die project van ons ook klaar. En dan is dit ook opgeruimd, zoals jullie kunnen zien. En dan zie je, dan zal ze een foto plaatsen op Instagram of op YouTube als short. Van laat ze zien dat die kast klaar is. En dat gewoon alles netjes is nu. Ja. Maar ja, wij zijn verzamelaars helaas. En het is leuk als je het verzamelt, je moet het ook kwijt kunnen. Ja. En ik wil ook heel veel dingen. Maar ik heb ook gezegd, ik begin er niet aan. Ik zie ook op die HDCC, zie ik ook leuke dingen. Dan denk ik, oh, dat is ook gaaf. Of op die Autolive zie ik ook heel veel dingen. Maar ik heb er zoiets van, jij kan het niet kwijt. Maar als je het niet kwijt kan, is het zo zonde. Ja. Dan verstopt het buiten de kast. Kijk, hier ligt misschien ook wat stof. Want wij zijn op vakantie geweest, we hebben lang niet meer aan ons huis gedaan. Dat geef ik eerlijk toe. Maar minder stof dan als het toen vroeger bij ons buiten de kast stond. We hadden de vakjeskast gekocht Klopt. bij Gamma ooit eens. Toen leefde Siska nog. En toen hebben wij gezegd van, nou, dan gaan we die nemen. Maar hij was donker zwart. Hij was zwart. Dat werd op de deur bij ons. Ging dan irriteren. Coronatijd. Onze werkvriendin, die ging corona krijgen, dus we zijn 10 dagen binnen. Ze zijn die kastpot daar gaan verven. Stond de kerstman, stond er al. De eigenwijs waren we. Maar die staat nou in de berging, omdat dat als opslag is. Wij konden die wel boven zetten. Maar wij hebben allebei besloten om een vitrinekast te kopen, Ja. omdat wij dat veel praktischer vinden. En niet omdat we zoveel meuk hebben, als je het zo op Hollands zegt. Maar wij zijn gewoon van, ja, ik had een verzameling. Maar zij had ook een verzameling. En we zijn gaan puzzelen een beetje wat hier past en wat er echt niet in past, hebben we maar een beetje in huis Ja, gezet. één verzameling kunnen jullie niet zien, want die zit in de slaapkamer en dat zijn Skylanders. Ja. En ik moet nog, geloof ik, twee of drie spellen nog ervan op voor de originele Wii, om zo te zeggen. En dan natuurlijk al die toetsen en bellen en de poppetjes en zo. De amiibo's wil ik dan erbij hebben, noem maar op. En dan is het eigenlijk klaar. Dat is gekomen doordat ik een keer spontaan tegen zei, waarom ga je ze niet verzamelen? Want we kwamen ergens, kwamen ze random tegen. Ja. Zij zei, oh leuk. Ik zei, ja, maar dan moet je het ook gaan verzamelen. Dan moet je ook zeggen, dan moet je ook spelen. Nou, ze hebben het een paar keer gespeeld. En toen zei ze, ik wil ze allemaal. Ik zei, nou, dat is goed, dan krijg je ze van mij allemaal. Ze was 29. En toen zijn we random naar de Oosterhof, nee, Zuidplein gegaan. Zuidplein, ja. En ik zeg, nou, ik had geld gespaard. Ik zeg, nou, wat wil jij ook graag voor je verjaardag? Nou, weet ik niet. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Schoenen aan. Kom, we gaan naar Zuidplein. Ik heb €100 minimaal uitgegeven voor die poppetjes en voor wat er allemaal bij moest. En de andere €100 heb ik gegeven gewoon als bedankt en kleding, alles erop en eraan. En zei ik gewoon die dingen kunnen kopen. En zo doen, iedere keer als ze jarig was of als er geld over was, gingen wij naar die winkel om ze te halen. Ja. Maar die winkel is helaas verkleind. Die heeft die dingetjes niet zoveel meer. Dus we zijn op rommelmarkt. En op alle soorten zijn we gaan kijken. Maar ja, tuurlijk kan je niet zeggen, ik koop heel die zooi in. En ik neem ze mee. Want zoveel geld heb je niet. Nee. Dus wij moeten iedere keer zo'n rommelmarkt zien. Of als we naar zeg maar, wat evenementen gaan ze staan. Dan, we hebben nu zo'n hele lange lijst waar alles op staat. En we weten wat we nodig hebben. Ja. Maar ja, soms krijg je ook wel eens dubbele erbij. Want ze hebben ook nou dubbele. Die staan er niet op de plank, want die staan in een doos. Die kan je ook niet meer los verkopen of wat dan ook. Want heel veel mensen hebben dat al of die willen ze in bundels verkopen. Dat Ja. is wel een nadeel. Maar aan de andere kant zeg ik ook ja, gooi ze dan maar in de doos en dan anders doe je ze maar weg, helaas. Ja.
Want ja, ze wil het heel graag sparen. Kijk, ik spaar natuurlijk voor de Wii dan de Just Dance spelletjes. En ik speel af en toe de Just Dance spelletjes. Ik kan natuurlijk niet te hard stappen, want dan komt hij weer naar boven. Maar dat is mijn ding ervan. En zij vindt de spellen juist leuk. Dat is een deel wat ik Ja. hier niet in kan. Want ze heeft daar mooie plankjes voor zo. Twee. Er komt in de toekomst nog een derde en een vierde kant erbij. En heeft ze zo allemaal leuk die poppetjes staan. En zo hebben wij een hele grote verzameling in huis. Van alles wat we zo graag een beetje willen. Ja, klopt. En er zal in de toekomst nog een hoop veranderen. Want wij willen proberen dit jaar meer naar iets te gaan. Als dat ons toelaat. Vooral met mijn lichaam. Want ik wil heel graag nog dat. Weet ze zelf ook, dat is in juni ergens. Heb ik pas ontdekt op de AOL. Dat is een Twitch. Kom. Kon. En niet omdat ik een Twitch-lieveraar ben. Want ik ken Twitch niet. Ik ken het niet zo. Maar ik weet wel hoe het een beetje in elkaar zit. Maar ik vond het leuk om gewoon ook eens mee te maken. Wat dat weer is. Misschien krijg je de giveaways. Leuke dingetjes. Of je kan ergens weer voor geabonneerd worden. Krijg je weer wat. Of je kan iets kopen. Dat is dan al. En we kunnen het aanlopen. Of we kunnen het met openbaar vervoer gratis. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk het relevant van het feit dat wij naar Autoluis gaan, naar evenements. Het noem maar op wat we kunnen doen. En waar ons budget voor beschikbaar is. Klein kaartje niet zo duur is. Willen wij dit jaar nog gaan doen? En dan komt de hele verzameling weer compleet. Ja. Nou, vonden jullie deze podcast of video, hoe je dit wil zien, leuk? Geef een duimpje omhoog. Reageer in de reacties als je graag een reactie wil plaatsen. Dan zou mevrouw hier wat linkjes plaatsen waar of hoe en de wat in de lijf. En ook dingetjes die we zien, zeg maar, van die cast. Waar we het net over hadden. Dan zou ik zeggen. Wil je kookvideo's kijken, ga je naar Koken met Dina. En dan zeg ik nu voor deze doedoe! Doei doei!